Hey, lange tijd was hij best wel positief over zijn selectie. Althans, hij deed niet veel uitspraken. Maar dit weekend leek John van der Schip opeens totaal veranderd. Opeens leek hij afstand te nemen. Zo van, ik heb hier niks mee te maken. Het is mijn ding niet meer. En toen riep je dit soort zaken. En de jongens doen allemaal hun uiterste best. Maar het heeft ook gewoon te maken met de kwaliteit. Het is niet een Ajax-kwalitatief elftal, zoals we dat allemaal willen, die voor plaats 1 moet spelen en die domineert in thuiswedstrijden. Zover zijn wij niet. En in hoeverre dat met deze selectie dit seizoen gaat gebeuren, ja, dat is denk ik dat gaat niet gebeuren op die wijze. Fouten waarvan we moeten leren. Jonge spelers die voor het eerst eigenlijk allemaal een volledig seizoen hun eerste seizoen maken. En die normaal gesproken, in mijn ogen, nog niet in het eerste van Ajax, zouden spelen. Het is wat het is en we moeten tot aan het eind van het seizoen het beste hier uithalen uit deze selectie. Weet je wat Maurice Stijn ook zei? De kapitein verlaat het zinkende schip. Zie je dit of niet? Nee, maar je kan onmoeilijk blijven zeggen dat ze wel... Nee, maar dit is wel een behoorlijke omslag nu opeens. Ja, maar je ziet nu ook dat het wordt schuiven, hè? Ik bedoel, dan denk je met één speler, die is een beetje zwakker of die is geblesseerd. Weet je, en zo ga je eigenlijk, dat met name met die, hoe heet die jongen, die diepe middenvelder in... Linsson? Ja, Linsson. Die stond opeens voorin, hè? Speelde weer rechts buiten en andere keer weer links buiten, weet je. En dan wordt het wel zoek op een gegeven moment. Maar ik was gisteren in het stadion. Stabbeltje? Nee, ik was daar met mijn kleinzoon kijken. Oké, leuk. En dat was zeker heel leuk. Alleen die wedstrijd die was verschrikkelijk. Ja. En dat... ze zijn het nu ook allemaal kwijt. Ook de spelers waarvan je denkt, die groeien er wel in op een gegeven ogenblik een beetje. Ja, maar normaal... Daarvoor hebt u dat nooit gezegd, John, dat je nou reageert. Je hebt al zijn spelers in principe verdedigd. En je hebt nu het gevoel dat hij zegt, ik loop toch tot het einde. Misschien blijf ik hier toch niet. Denk ik erover. Dat denk ik ook, dat hij al voelt dat hij niet kan blijven. Gaat niet. Dan zeg ik ook, dan ga ik even zeggen hoe het zit. Ja. Want wat hij zegt is gewoon de waarheid. Wat ik wel vreemd vind, is dat... Je hebt die spelers nou eenmaal. Je moet er wat mee doen. Ja. Maar je ziet ook dat Ajax nu zeker met het wegvallen van Bergwijn... vooral een lange periode en nu ook Berghuis... dat je geen buitenspelers hebt. Ja. Maar dan verwacht ik van het schip, van zo'n trainer van Ajax... Ja. dat je misschien wat anders gaat doen. Dat je niet zo'n rechtsbuiten gaat zetten. Nee, en zeker niet op een gegeven moment de tweede of Marta van links... die kennen we als linksback. Ja. En die staat dan in één keer rechtsbuiten. Ja, maar goed, dan ga je met Brobbey, die is in bloedvorm. Ja. En dan zet je toch die Rijkoff ernaast. Dan ga je toch met twee spitsen spelen. Ja, dat klinkt heel logisch. Maar waarom doet hij dat niet, denk je? Ja, ik weet niet. Omdat we, denk ik, maar vast willen blijven houden aan het Ajax-systeem met 4-3-3. Maar je hebt geen buitenspeler. Nee, is geen buitenspeler. Maar dan kan je toch ook niet spelen, wees? Moet je toch een andere manier spelen? Ja, dat zegt hij. Dus dan... Hij haalt alleen maar je lul. Nee, oké, goed, maar... Dat is echt niet te geloven. Dan mag hij de trainer zeggen, maar dan anders spelen. Dan vind ik wel, dan faal je wel als trainer. Ja. En zeker in zo'n wedstrijd tegen NEC. Weet je, dan moet je toch gewoon Brobbey en Rijkoff voorop. Je hebt middenvelders in overvloed. Ja, daar ligt het niet aan. Daar ligt het niet aan. Daar heb je een beetje te veel. Nou, je moet de een opstellen omdat de ander nog half geblesseerd is. Hè. Die komt langzaam weer terug van de bomen. Die is langzaam erin aan het werken. Die zal straks wel een basisplaats krijgen. Ja, dan moet er toch eentje vanaf. Maar ja, als je dat niet wil, dan heb je toch vijf. Nou ja, die moeten gewoon met z'n tweeën spelen, toch? Die Henderson en Van der Boom. Nou, dan heb je een balans op het middenveld. Dan hou je linkerkant open. Ja,